Helemaal, het is vandaag 25 juni en we zijn onderweg naar Schiphol, want we gaan vandaag op vakantie. We gaan naar, waar gaan we naartoe, Jamie? Portugal. Naar Albufeira. En ik heb er heel erg veel zin in. We zijn dus nu op Schiphol en we hebben wat gegeten en we lopen nu naar onze gate toe. En Jamie en ik lekkere Starbucks, maar nou, ik vind niet lekker. Ja, dat vond ik wel lekker, ik hou niet van koffie. Maar we staan nu op een lopende band, dus we lopen... Nee, ze lopen heel erg snel. Het zijn Iver en Kjeld, hallo. We gaan ook met ons mee op reis. Hele leuke avonturen beleven. Nou, kijk eens mensen wat voor leuk vliegtuig wij hebben. We vliegen in een heel leuk Summit vliegtuig met allemaal leuke dingen erop. Prachtig. Nou, we zitten in het vliegtuig hoor en ik zit bij het raam, dus ik ga ook... Hallo Jane, ik ben aan het filmen, wil jij dat niet doen? Poging nummer weet ik veel. Nou, we zitten nu in het vliegtuig en ik zit bij het raam, dus ik ga zeker nog wat leuke dingen filmen als het mooi is buiten. We zijn aangekomen in Portugal en het is hier best wel benauwd. Ja, maar wel lekker ballen. We zijn nu aangekomen bij ons hotel. Alleen, we hebben een beetje een probleem, want het is al, hoe laat is het nu? 1 uur 's nachts of zo? 1:10. In Portugese tijd, want het is een uur eerder hier. En we kwamen hier en toen werd gezegd dat onze kamer is gecanceld of zo. Dus super raar. En ze zijn nu het ding allemaal aan het proberen op te lossen. Maar het lijkt erop dat het nog lang niet klaar is. Dus we zitten hier nog wel even. Helaas. Verder ziet het er wel mooi uit. De kamer ziet het niet zo goed omdat het nu heel donker is. En je hoort een beetje krekels. Maar wel een mooi zwembad. Er schijnen hier 9 zwembaden te zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd. Nou, ik schijn eventjes bij mijn zaklamp, want anders is het veel te donker. Alleen kan nu helemaal niks zien. Maar we hebben dus zeg maar 2 kamers gekregen, want we zijn dus met 2 gezinnen. Waar we voor 1 nachtje kunnen blijven. En morgenochtend om 9 uur moeten we gaan praten over hoe het verder gaat. Dus ik ben heel erg benieuwd. En anders bellen we gewoon Red Mijn Vakantie. Dat vind ik echt een leuk tv-programma. Dus ben benieuwd of we nog gaan blijven. Nou, ik vind het nu al niet meer leuk. Echt, ze kunnen echt... Het is vandaag de eerste echte dag van onze vakantie en we zijn nu bij het zwembad. Wel even gezwommen, het is echt lekker warm. Ik ga even lekker zonnen, want ik ben heel erg wit. Dus ik hoop dat ik een beetje bruin word, maar ik word niet te snel bruin. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar het is ook opgelost in onze kamers. We hebben veel gepraat en dat soort dingen. Hebben we nu wel 2 kamers kunnen behouden, dus dat is wel even fijn. Zulke dagen dat we aan het zwembad liggen en zo zijn misschien niet zo leuk om te zien. Maar we gaan ook 4 dagen een auto huren. We weten nog niet precies wat we dan gaan doen. We gaan waarschijnlijk wel naar Lissabon. Dus dat ga ik natuurlijk ook allemaal filmen. En ja, we gaan ook nog naar een waterpark. Dus dat is ook heel erg leuk met allemaal glijbanen. En ik heb een onderwatercamera. Dus daar ga ik ook mee filmen natuurlijk. Dus dat gaan jullie allemaal nog eventjes zien. Het is inmiddels alweer 4:30. En ja, zo gaan we even douchen en zo. Dan gaan we daar eten. Maar ja, we hebben gewoon een ijsje gegeten. Het was een papegaai zo, maar dat was echt wel een beetje zielig. Dus dat heb ik niet gefilmd. Maar hier is ook heel mooi uitzicht. Dat even laten zien. We hebben vandaag het park ontdekt en even gezond en gezwommen. En we zijn nu onderweg naar een restaurantje. Nou, we moeten nog iets zoeken. Dus ik ben benieuwd of we bij iets lekkers uitkomen. Maar je voelt alleen, ik zie het wel, niet altijd wel.
kom er een heel erg leuk Amerikaans winkeltje tegen waar je ijsjes kan eten en zo. Hele leuke bankjes. Zeg hallo. Hallo. Het is al 1 uur en we liggen al bed. Jamie ligt naast me al bijna half te slapen. Dus ik ga ook maar eens slapen. En ik zal deze week ook wel even een keertje ons appartementje laten zien. Want het is misschien wel leuk om te zien. Dus ik ga slapen. Het is vandaag dag 2 van de vakantie en we zijn even aan het ontbijten en we gaan vandaag dus naar het strand. We hebben heel mooi uitzicht op de zee. We zijn nu op het strand en het waait een beetje. Maar we zijn op een plekje waar niet heel veel mensen zijn en waar je niet kan liggen en zo. Maar waar heel veel rotsen zijn en mooie stenen. Dus dat gaan we nu even ontdekken. Hiervoor. En dus ik probeerde het gewoon nog een keertje. Maar nu faalde ik ook, want ik stikte zelfs bijna. We hebben gezwommen en ik ga nu een broodje eten. En ik ga beginnen in een nieuw boek, want ik heb gisteren zo'n heel dun boekje uitgelezen. Maar ik ga beginnen in dit boek, het boek van Zoella. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het schijnt een heel leuk boek te zijn, dus ik ga het lezen. We zetten een hele steile trap klimmen. En dat was ook niet zo kort, dus ik ben een beetje buiten adem. Het is een goede conditie, helaas. Maar hier is weer een heel mooi uitzicht. Maar het is nu iets van 3 uur 's middags, denk ik. En we zijn al een beetje klaar met het strand. Dus we gaan nog eventjes in het zwembad. 3, 2. Ja, je ziet het goed. Eigenlijk zouden Jamie en ik tegelijk springen, maar Jamie duwde me. Ik naaide echt. We zijn even eventjes geweest bij een bankje op een resort waar een man ging zingen, alleen hij zong echt een beetje saaie liedjes. Maar we gaan nu weer slapen en mijn kuiten zijn een beetje weer verbrand. Dus dat... Dit deel van mijn been is nog best wit en dit is rood. Brand nu helemaal. Het is dus een beetje jammer, want ik heb een beetje te lang op mijn buik gelegen vandaag. Dus morgen moet ik even oppassen met zonnen. Het is vandaag dag 3 van de vakantie. Ik zit in de felle zon, dus daarom krijg ik zo met mijn ogen. Maar het is al middag en we gaan nog eventjes gewoon een middagje zwemmen. En dan gaan we aan het eind van de middag gaan we naar Albufeira, een stadje hier. Die ligt bij ons, zit net niet in het stadje, zeg maar. En dan gaan we daar gewoon eten, leuke winkeltjes kijken en dat soort dingen doen.
Zo zien de gebouwtjes eruit waar wij zitten. En wij zitten hier op nummer 203. Kom hier binnen. Heb je een kapstokje. En hier het woongedeelte. Hier gelijk rechts is de keuken. Ja, er staat nu heel erg veel zooi. Want we gaan vanavond ook koken en zo. Maar gewoon een oventje en dat soort dingetjes. Dan ga je hier het hoekje om, heb je hier een spiegel. En dan heb je hier links de badkamer. Dat is een lekkere baddouche. En aan de overkant de kamer waar mijn ouders slapen. Met een hele grote kast voor alle kleding. Dan hier, waar je op uitkijkt vanuit de keuken. Een zitgedeelte. Een tv'tje. Een bank. En deze bank die schuiven we 's avonds ook uit tot een bedbank. Tot een slaapbank waar mijn zusje en ik slapen. Dan hebben we ook nog een heel leuk balkonnetje. Heel mooi uitzicht. We zijn deze avond nog naar het centrum van Albufeira geweest. Dat is daar niet heel erg bijzonder. We hebben daar gewoon wat gegeten en het was gewoon wel eventjes gezellig. Winkeltjes gekeken, maar van die typische toeristen dingetjes. Dus ik heb daar niet zoveel gefilmd. Maar vanaf morgen huren we 4 dagen lang een auto. Dus dan gaan we ook dingetjes bezoeken, stadjes kijken, andere dingen doen. Weet het nog niet allemaal precies. Maar ja, dan ga ik natuurlijk ook meer proberen te filmen en dat is misschien ook wat leuker om te zien. Ja, de opname is al begonnen. Oh. Ja? Het is vandaag dag 4 van de vakantie. En de eerste dag dat we een auto hebben gehuurd. We zijn nu onderweg naar, waar zijn we naar onderweg? Zuidelijkste puntje van Europa. Het zuidelijkste puntje van Europa. En daar gaan we gewoon dingetjes bekijken, denk ik. We zijn nu in Zagres. Met mooi uitzicht. Dat ga ik zo even laten zien. We staan hier op een verdedigingsmuur. Een fort ding. Ja, ik weet verder niet precies wat ik nog meer inhoud, maar ik ga eventjes het uitzicht filmen. Wat doe je? Ik vlog hoe jij vlogt. Oh, leuk. En het echoot hier ook een soort van. Hallo! Ja. En bovenop schijnt een mooi uitzicht te zijn. Nee, we dachten dat we hier uitzicht hadden, maar dit is een of andere pisput. Het stinkt daar. Het smeurt echt heel erg. Kabouter in. En met een lange baard. En de dikke wenkbrauwen. En een puntmuts. Puntmuts en een snor. Ja, zo'n snor. Dat zien wij erin. Wat zien jullie erin? Laat het even weten. Ja, helemaal goed. What I do.
eventjes ergens iets eten. En dan gaan we daarna naar het uiterste puntje van Europa. En dat heet Sant Vincenta, denk ik. Ja, de heilige Vincent. Ja. Oh, ben je daar? Hoi. Ja, ik ben hier. Hoi. Dit is trouwens onze mooie auto, waar we 4 dagen mee gaan rijden. We zijn hier naar binnen gaan lopen en ineens zijn er allemaal opgezette beesten. Hier ook een giraf, mijn lievelingsdier. Dat is een beetje eng eigenlijk. We zijn nu bij het uiterste puntje van Europa en het enige wat je ziet is water. Aan de overkant is Amerika. Ja, je ziet het net niet door de wolken. Nee, het is heel mistig best wel. Wijze lessen van Perry. We gaan nu even kijken bij een Portugees pottenbakwinkeltje. Nu zijn we in Lagos en daar gaan we wat eten en wat winkels kijken en kraampjes en dat soort dingen. En hier zijn wat boten. Zijn we in een haven? Ja, het is een haven. Kebabzaak. Het zag er echt niet goed uit. En die ober was echt heel erg raar, maar het was wel heel erg lekker. Het was hartstikke lekker, ja. Mandy. Jamie heet ze. Ik zei dat het lekker was. Oh ja. Maar en we hebben nog even boodschap gedaan. En we gaan nu weer terug naar het appartement. En dan denk ik slapen. Nee joh. Oh, we gaan nog wifi'en. Ja, we gaan wifi'en in de lobby. Ja. Dit waren de eerste 4 dagen van vakantie in Portugal. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, doe een duimpje omhoog. En vergeet zeker niet volgende week weer te kijken, want dan komt het volgende deel online. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doeg!